Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Frits hier op NH. Mijn gast deze week was minister, Kamerlid en senator voor D66. Vorig jaar werd hij benoemd tot president-directeur van de NS, Roger van Bokstel. Welkom. Dag Frits. Dat was eigenlijk een tijdelijke aanstelling, ja, bij de NS. Waarom was dat eigenlijk? Nou, dat was een acute crisis. We hadden een aanbestedingsprocedure in Limburg gehad waar een aantal dingen niet in orde waren. Toen is mijn voorganger vertrokken, ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen. En ze hadden acuut een nieuwe baas nodig. En ik had net mijn vrouw beloofd, nadat ik bij Menses was vertrokken, ik ga even een paar maanden op adem komen. Maar ja, na drie maanden zat ik bij de NS. Is er niet van gekomen. Ja. En dan begin je als interim manager, ja. En dan ga je eerst weer rust creëren, zorgen dat alle focus weer komt. Maar ja, toen, dat ging zo lekker, over en weer. Ja. En ik moet echt zeggen, je gaat ook echt houden van dat bedrijf. Het zijn geweldige mensen die daar werken. En toen vroegen ze, wil je niet wat langer blijven? Ik denk, ja, ik ga dat doen. Waarom ook niet? Waarom ook niet? Ja. En zeker als je het gevoel hebt dat je van de NS onze NS kunt maken. En echt kunt zeggen tegen Nederland, jongens, we hebben een geweldig bedrijf. En ja, er heeft wel eens een keer een trein vertraging. Of er is wel eens een trein te vol. Want dat lijkt me nog wel ingewikkeld. Want werken bij de NS, tenminste. Ja. Het was toch in ieder geval lange tijd zo, ik weet niet hoe het nu is, maar dat als je op een verjaardagsfeestje van iemand hoorde dat hij bij de NS werkte, nou, die kreeg de volle lading. Ja, maar volgens mij kun je echt zeggen, dat is echt wel voorbij. Want al onze collega's kunnen gewoon zeggen, jongens, een van de best presterende landen ter wereld. En ik zeg altijd, het is heel bijzonder, als je in de file staat in je auto, dan gaat niemand de Rijksdienst voor het wegverkeer bellen. En als je even stilstaat met een trein, dan gaat iedereen de NS bellen. Ja. Terwijl ik denk, meer dan 90% punctueel. We kopen nieuwe treinen. Ik heb 20.000 bevlogen collega's. Daar staat niemand 's ochtends op met het idee, zullen we eens klanten gaan pesten? Niemand. Nee. Dus ik zeg, we moeten af van die abstractie dat het over treinen gaat. Het gaat over mensen die andere mensen goed willen vervoeren. Ja. En dat doen ze met grote betrokkenheid. Ja. Hoe staat eigenlijk de NS ik zou maar zeggen, in de treinenwereld? Want als je mensen uit het buitenland naar Nederland hebt en die vragen wat vind je van het openbaar vervoer, niet alleen de trein, maar ook de tram. Ja, vinden ze echt geweldig. Ja. Maar het is echt waar. En ik zeg dat met grote trots. Ga naar ieder ander land in Europa, behalve misschien Zwitserland. En het is echt overal minder. En ik zeg dat niet om onszelf op de borst te slaan, want de inzet is ook gewoon, je wil dat je klanten, de reizigers, het beste reizigers. Dat we niet gewoon een beetje iets trotser zijn op de NS? Ja, en ik zal je zeggen, als ik nu in de politiek zie ik iedereen heel hard roepen, we moeten AXO beschermen en we moeten PostNL beschermen en Unilever beschermen. En dan denk ik, en waarom zegt niemand, we moeten ook de NS beschermen? Ja. Want het is een geweldig bedrijf, we rijden overigens ook geweldig treinen in Groot-Brittannië en in Duitsland. Daar zeggen ze allemaal, een van de beste bedrijven die we kennen. En hier in Nederland staan we allemaal in de rij om weer iets ervan af te krabben. Ja. Ja. Nou is de NS natuurlijk anders dan die bedrijven die je net noemde. Is natuurlijk echt staatsbedrijf. Ja. Dat maakt het ook wel ingewikkeld, lijkt me. Nee, ja, maar aan de andere kant ook wel, vind ik, goed. Kijk, de bevlogenheid en de betrokkenheid is dat wij eigenlijk een publieke taak uitoefenen. Namelijk het goed vervoeren van mensen die openbaar vervoer willen gebruiken. En dat je een bedrijf bent waardoor je prikkels krijgt om het ook voor de klant zo goed mogelijk te doen, efficiënt, dat vind ik een mooie mix. We zijn een bedrijf, maar met een maatschappelijke doel. En, die combinatie is ook sterk. Ja. Maar jouw aandeelhouder is de minister van Financiën? Ja, die is 100% eigenaar. Jeroen Dijsselbloem op dit moment? Ja. Maar je krijgt boetes van de staatssecretaris. Ja, want de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, dat is Sharon Dijksma, die is mijn concessieverlener. Dus die zegt, ik geef de hoofdrailnetconcessie aan de NS. En als u dat niet goed doet, dan krijgt u af en toe een boete. En nou, we kregen een paar weken geleden een boete over de hoogsnelheidslijn. Ja. 1,25 miljoen. Is een bedrag wat, als je het relateert aan de hele omzet van 4,5 miljard, niet de hele wereld, maar het is gewoon wel veel geld. Maar hoe wonderlijk werkt dat dan? Want dan, je moet die boete betalen en dat gaat dan in de kas van
De minister van Financiën? Ja, die krijgt dan die minder afdracht. Dan... Ja, daarom dus het is een beetje schuiven met geld. Ja. Maar kijk, zij hoopt natuurlijk dat de NS dan ook echt denkt van... verdorie, we moeten nog beter presteren. Nou, ja. Ik vind op zich die prikkel goed. Ik had overigens echt al afspraken met haar dat we het beter zouden gaan doen. Samen met haar ook overlegd. En die boete over begin vorig jaar... Ja, dat voelde een beetje achteraf als een koude douche. Ja. Ik ga daar niet te veel over zeuren. Ik ben veel... geïnteresseerder om samen met haar en ook met haar opvolger... Okay. Het treinverkeer ook op de hoge snelheidslaan nog beter te gaan maken. Okay. Over prikkels gesproken. Je laat je ook wel prikkelen, hè? Daar hebben we nog een filmpje van. Wist u dat 1 uur ronddraaien van een windmolen... u van Utrecht naar Groningen brengt? Reizen op de wind. Ik ben er ondersteboven van. Reizen op de wind. Ik ben er ondersteboven van. Wat was nou precies de aanleiding voor dit film? Nou, de NS is erin geslaagd, ook met andere treinvoerders, om in Nederland alle treinen 100% op windenergie te laten rijden. Dat betekent dat we geen CO2-uitstoot meer hebben. Dat we dus een enorme bijdrage leveren aan een beter milieu. Wordt internationaal gezien als een topprestatie, ongekend. Ja. En in Nederland had niemand het erover. En toen hebben we gezegd, hoe krijgen we dat nou beter voor het voetlicht? Toen hebben we gewoon een YouTube-filmpje gemaakt, viral, zoals dat tegenwoordig heet. Ja. Dat vliegt nu de hele wereld over. Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat er in de wereld heel veel president-commissarissen zijn die zeggen... Doe mij maar een molen. Even vast. Ja. Nee, maar weet je, ja, het is ook... Het is een, kijk, ik mag dit doen. Je bent de kers op het gebakje van een prachtige taart. En dat is de NS. Dus ik doe dat namens al die collega's die ook iedere dag deze geweldige prestatie leveren. Was dat ook niet een beetje eng? Ja, het was vooral heel koud. Ook koud? Het was enorm. We hebben dit medio december opgenomen. Het was een dag... Toen was het geloof ik 5 of 6 graden, maar het waaide nogal ook hard. Nog. Dus de gevoelstemperatuur lag een stuk lager. En toen ik van die molen, van die wiek afkwam, toen heb ik er echt 2 uur over moeten doen om weer een beetje op temperatuur te komen. Kom. Maar het was ontzettend leuk om te doen. En ik ben alleen maar blij dat iedereen nu denkt, hé, wat goed dat bedrijf dat want het is in ieder geval onder de aandacht gebracht. Ja. Ik wil natuurlijk ook nog even met je hebben over de formatie. Want als oud-minister en oud-Kamerlid en oud-senator, dan gaan die 4 partijen... die eigenlijk al de conclusie hadden getrokken, we komen er niet uit, gaan toch weer bij elkaar zitten. Je bent van D66, het is de favoriete coalitie van D66. Heeft Pechtold het slim gespeeld door gewoon die ChristenUnie te blokkeren? Nou, hij heeft ook de ChristenUnie niet geblokkeerd, laat ik dat even meteen zeggen. Hij heeft ook met ze gesproken en kennelijk zijn ze op inhoudelijke gronden niet dichter bij elkaar gekomen. Ja. En dat is ook niet zo gek. Maar ze hebben de conclusie getrokken dat ze niet hoeven te gaan onderhandelen. Nee, ik zeg even bij je, ik zit niet meer in de dagelijkse politiek. Nee. Ik ben wel belangstellend, natuurlijk. Dus ik volg het ook goed. En ik snap wel dat mijn partij, waar ik wel nog steeds lid van ben, die heeft een aantal inhoudelijke profielpunten op het gebied van het menselijk lichaam, de waardigheid, de autonomie, die niet altijd strookt met de opvattingen van wat strenger christelijke partij. Ja. Ja, als je samen in een coalitie gaat en je wilt geen water bij de wijn doen, dan betekent het dat D66 dan zou gaan regeren en gewoon geen profielpunten overhoudt. En dan kunnen anderen, de VVD en Buma van het CDA, allemaal wel roepen, ja, schande, schande, weet je, zij gaan ook niet akkoord op punten die voor hen belangrijk zijn. Dus ja ieder speelt zijn spel. En ik hoop toch met u, zoals iedere Nederlander, dat we razendsnel een nieuw kabinet hebben. Ja, maar en die ik kans vind is deze niet zo groot. Nou ja, ik weet het niet. Kijk, ik hoor Mark Rutte, die is op het gebied van de energiepolitiek en de duurzaamheid ook echt een ander verhaal gaan vertellen dan 10 jaar geleden. Ja. En dat is ook gewoon een urgentie. Maar groen en duurzaam is het probleem toch helemaal niet? Het zit hem in immigratie, migratie, zit hem in nivelleren, het zit hem in defensie. Nou ja, daar defensie denk ik ook minder, maar bijvoorbeeld het vluchtelingenbeleid, nou, daar zou ook mijn oproep zijn naar GroenLinks. Snap ook een beetje het sentiment in de Nederlandse bevolking. We kunnen hier niet het idee hebben dat iedereen en alles maar gratis binnen kan komen. Dus je zult ook met andere landen moeten gaan praten en zeggen, hoe houden we het een beetje in de hand?
Niemand bestrijdt dat echte vluchtelingen hier altijd welkom zijn. Dat bestrijdt niemand. Ja. Maar ga ook niet zeggen, wij vinden het allemaal zo geweldig, iedereen mag overal bij. Ik heb jaren grote stedenbeleid mogen doen als minister. Ik heb ook gezien hoe moeilijk het is om wijken weer op een redelijk niveau te krijgen. En als je dan bij wijze van spreken continu weer de influx houdt van nieuwe mensen met weinig perspectief. Dat is in de dagelijks leven op straat ook echt ingewikkeld. Nou, ik denk als je in dat soort gewone mensentaal met elkaar praat en zegt van hoe gaan we dat nou goed doen? We zijn er echt voor vluchtelingen, maar we moeten ook iets doen om die stroom gewoon wat in te dammen. Want als het nou weer niet lukt, is het dan niet het meest logisch dat de PvdA gewoon aanschuift? Ja, maar weet je, ik kan nooit voor andere partijen praten. Ik snap wel dat Lodewijk Asscher, die moet natuurlijk wel eerst 29 zetels verlies incasseren. En dat is ja, maar er hebben toch wel mensen op hem gestemd en die hebben hem die 9 zetels gegeven. Nee, zeker. Ik zeg niet, niks is uitgesloten, maar we hebben nu een geweldige informateur, vind ik. Een zeer erudite, slimme man. Zeker. Herman Cenk Willink. En ervaren. Zeer ervaren. Ja. Dus ja, volgens mij moeten we gewoon even geduld hebben. We blijven betrokken kijken. En ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in dat hij gaat slagen. Oké, van de zomer. Ik weet nog, toen ik minister werd, dat was begin augustus. En dat is ruim op tijd. Dan kun je nog net de begroting wat bijstellen. En dan kun je gewoon vol van start. We gaan er naar kijken. Roger, ontzettend bedankt voor je komst. Volgende week dan ben ik er weer. Dan bij mij aan tafel programmamaker Jelte Sondij. Deze uitzending kunt u terugzien op onze website en u kunt ons de hele week volgen. Op Facebook, op Twitter, op Instagram en op YouTube. Graag tot volgende week. Dag!